gaan we. Dit zijn 10 tips voor de eerste kus. Zoveel passie, zoveel gevoel, zoveel tong. Rick, laat ons even met rust, ja? We hebben hier een romantisch momentje. Ja, maar jullie kunnen altijd nog een romantisch momentje hebben. Nou, je weet nooit hoe lang Marit nog heeft, hè, met haar leeftijd. Wat? Auw. Oké, voor zover ons romantisch moment, dankjewel. Ja, sorry, maar ik was gewoon aan het genieten. Ik wil dat ook. Nou, dan ga je toch even lekker met je vriendin zoenen, hè? Oh, wacht, je hebt natuurlijk geen vriendin. Nou. Maar je hebt toch wel ooit een keer gezoend? Ja, natuurlijk. Heel vaak zelfs. Wie niet? Ik heb met het dingetje een keer gekust en met de... Je hebt er nooit gekust, hè? Nee. Oké. Ik zal je wel helpen. Ik, Dylan Hagens, de tongworstelkoning, meester speekseluitwisselaar, zal jou, Rick, de tongzoenmaagd helpen. Geweldig, Dylan. Dankjewel. Tip nummer 1. Zorg ervoor dat je fris ruikt uit je mond. Dat kan met van alles. Denk aan smintjes, kauwgum, tandenpasta, mondspoelmiddel. Het maakt eigenlijk niet uit als het maar fris ruikt. En je weet dat je nu in je paspoort aan het schrijven bent? Ja, maar die gebruik ik toch nooit. Ik ga toch nooit naar het buitenland? Nu kan ik hem tenminste gebruiken. Kijk, ik heb er vorige week nog leuke tekeningetjes in gezet. Leuk, ja. Maar goed, ik ga lekker zoenen. Met Lieke, daar ben ik mee aan het daten. Later! De beste tongworstelkoning van het land. Jij, Rick! Jij! Yeah! Ja! Hey, Rick. Wat kom je hier doen? Ik wil graag met je zoenen. Wil jij dat ook? Ja, leuk. Wacht. Godverdomme. Yo, jouw tip werkt voor geen centimeter. Wat? Heb je alles precies gedaan zoals ik zei? Ja, eerst de smintjes, toen de kauwgom, toen de tandpasta, toen het mondspoelmiddel. Ik weet niet hoe klein die tong van Marit is, maar bij mij past er geen tong meer bij, hoor. Wacht, je hebt alles tegelijk gedaan, of wat? Ja, natuurlijk. Maar heb je nog een tip? Want ik ga het gewoon nog een keer proberen, hoor. Tip nummer 2, heel belangrijk... Ben geen wasmachine. Snap je? Ja, man. Nou, okay. Succes, hè? Oké. Okay. Doei. Lieke, het spijt me echt van de vorige keer, maar ik kom het goed maken. Met een zoentje? Oké. Wat doe je? Hoezo, vind je dit niet fijn dan? Waarom zou ik dit fijn vinden? Nou ja, ik ben geen wasmachine. Wasmachine maakt dingen schoon. Ik niet. Geen succes. Toch een wasmachine? Nee, maar vies worden vond ze blijkbaar ook niet fijn. Hè? Nieuwe tip graag en nu is waar ik wel wat aan heb. Nou, wat je kunt doen is dus oefenen op je hand. Kijk, doe je zo en dan zo. Zie je? Maar nu weet ik nog steeds hoe het werkt op mijn mond. Kunnen wij niet anders samen even oefenen? Nee, dank je. Oké. Wow. Zo niet ruim, denk ik. Succes! Lieke, sorry van laatst, maar ik heb een bos bloemen voor je om het goed te maken. Dankt. En ik kan je een kus geven om het nog beter te maken. Oké.
Godverdamme! Lieke, is dat weer die rare jongen voor de deur? Weer niet? Weer niet. Je hebt toch niet gehapt, hè? Gehapt? Ja, zo. Oh. Wat moet je nooit doen? Dat vinden vrouwen niet fijn als je hapt. Oh, ja, goeie! Lekker. Ah, jij komt het toilet ontstoppen. Kom maar binnen, wel even die smerige schoenen uitgraag. Oh, nee, ik ben het nieuwe vriendje van uw dochter. Nieuwe vriendje van mijn dochter? Ben jij Rick? Ja. Laat je legitimatie maar even zien, jongeman. Oh, oké. Okay. Wat is dit? Oh, dat is Sri Lanka. Ja, daar delen ze altijd hele rare stempels uit als je het land binnenkomt. Lieke, Rick is hier. Oeh, koekjes! Nee, dit noem je petit fourtjes. Die heb ik zelf gemaakt. Wil je een hapje? Nee, ik hap niet. Nee, Lieke, bah. Nee, ik hoef ze niet. Zoenen? Wat? Hey, jij komt mij vertellen dat je een mandeltenniswedstrijd hebt gewonnen. Wat? Getonkt. Je hebt getonkt? Nee, nog steeds niet. Heb je al geprobeerd om haar een complimentje te geven voordat je ging zoenen? Complimentje? Ja, zeggen dat ze er mooi uitziet, of dat ze lekker ruikt, of dat ze een mooie lach heeft. Oh, je moet trouwens niet zeggen dat ze mooie lachrimpels heeft. Heb ik ooit geprobeerd bij Maarten... Oké, bedankt Dylan, doei! Doei! Jij weer? Wie ben jij? Ik ben de tuinman van de familie. Ik heb je al een paar keer hier gezien, of niet? Hé? Weinig succes bij de vrouwtjes. Ha! Vrouwtjes zijn lastig, hè, jongen? Ja, klopt. Daarom hou ik het liever bij planten en bloemen. Hé, heb ik tenminste een roos die niet zo zeurt. Is goed, meneer. Rick? Hoi, Lieke. Wat zie je er prachtig uit. Ja? Ja, je hebt echt supermooie ogen en totaal geen lachrimpels. Wat? Geen lachrimpels? Wat, dan vind je dus dat ik wel lachrimpels heb, want hoe kom je anders op het woord? Nee, ik vind het beter als je gaat. Nee, ik bedoel... Neem regelmatig een nieuwe blonde vriendin. Ah, ja, tuurlijk. Had je wel zachte lippen? Bedoel je met zacht van die losse kapotte velletjes? Lippenbalsem. De oplossing. Hè? Waar kan ik dat vinden? Weet ik veel. Misschien ergens bij je moeder thuis of zo? Hey, Lieke, ik... Ik weet het echt niet meer. Je hebt toch wel je hoofd schuin gehouden, hè? Nee, ik deed gewoon zo. Nee, nu snap ik waarom het niet gelukt is. Je moet je hoofd wel schuin houden, anders bots je tegen elkaar aan. Oh, dus als ik dat doe, dan lukt het mij wel? Ja, tuurlijk. Oké. Gaat het? Heb je last van je nek? Nee. Dit ziet er niet goed uit, Rick. Je moet er wel even wat aan doen. Misschien kan onze PC je even helpen. PC? Personal chiropractor. Die kan je hoofd even kraken. Kom maar. Nou, ik... Ik sta erop. Oké. Meneer, weet u misschien waar Lieke... Ja!
Oké, ik ga het nog 3 keer proberen, anders geef ik het op. Nee, kom op, Rick. Niet opgeven. Weet je, je moet gewoon je ogen dicht doen en ervoor gaan. Oh, dus als ik mijn ogen dicht doe, dan lukt het wel? Ja, tuurlijk. Oké. Niet nu al. Wat? Oh, niet nu. Oké. Oh. Die gast is echt raar. Oké. Oh ja, ogen dicht. Ja. Hey, Lieke. Ik heb het echt verpest. Nee joh, er is altijd nog een kans. Ja, of je moet echt iets verschrikkelijks gedaan hebben, zoals, vreemd gaan met haar vader of zo. Stel je voor dat je vreemd gaat met haar vader. Je hebt er niet met haar vader gekust, hè? Ja, wist ik veel. Ik bedoel, ik had mijn ogen dicht. Die lippen die voelden super zacht aan. Ik dacht dat het Lieke was. Totdat ik een snor voelde. Er is maar één manier om het goed te maken. Hoe dan? Je moet haar een leuk berichtje sturen. Oh ja. Nou, dan kan ik al vertellen dat ik vanmorgen een eentje heb gezien. Nee, iets leuks. Liefst zelfs iets flirterigs. Want dan wil ze echt heel met je zoenen. Laat mij maar. Let op. Oeh. Oeh, het is wel heel scherp alweer. Zo, waar is mijn doekje? Lieke heeft gereageerd. Ze wil me weer zien. Mijn appje heeft dus geholpen. Mijn appje? Ja, maar nu ben ik dus super zenuwachtig. Zo zenuwachtig dat mijn hand begint te zweten. Rick, ontspan. Dat is de belangrijkste tip die ik je kan geven. Ontspan gewoon. Oké, thanks. Goeie tip. Cengi, kom maar. Kom hier. Succes, jongen. Je hebt geluk. Ze zijn in een goede bui. De aandelenmarkt is gestegen. Dankjewel, tuinman. Wat ben jij aan het doen? Ik ben aan het ontspannen, mevrouw. Wilt u ook een cocktail? Nou, ik ben in zo'n goede bui vandaag. Dat sla ik niet af. Laat ons met rust. Ik moet toch niet weer beledigen, hè? Vies maken. Kauwgom op de grond spugen of vader zoenen? Nee, Lieke, ik kom voor jou. Sorry voor al mijn blunders de afgelopen tijd. Ik vind het allemaal gewoon zo spannend. Ik bedoel, jij bent zo mooi en ik heb nog nooit gekust. Ja! Ja! Ja, ja! Dat zag er echt schitterend uit. Zelfs je vader is helemaal blij. Nee, dat komt door de aandelenmarkt. Hier, Rick, hier! Geef er bloemen! Nou, dan kunnen we meteen ook naar je slaapkamer gaan, want ik heb ook nog tips gekregen voor de eerste keer zijn. Auw. Want ik heb ook nog tips gekregen voor de eerste keer zijn. Oeh. En dat klopt helemaal niet, man. Ik heb een bos bloemen voor je om het goed te maken. Die ging veel te traag. Oké, nog even.